Heel goedavond iedereen. Toestanden in de Kamer vandaag en bij CD&V. Dan bellen wij naar Rick van Kouwelaert om te horen waar dit allemaal naartoe gaat. Ook aan tafel gezondheidseconoom Lieve Annemans. Hij blijft erbij dat ongerustheid over de coronacijfers overdreven is. Er zijn niet meer besmettingen, zegt hij. We leggen er alleen maar meer bloot omdat we meer testen. Ik ben zeer benieuwd naar wat Joël de Keulaar van die analyse denkt. Boos als hij is op alles en iedereen. 10 bladzijden lang, dames en heren, komend weekend te lezen in De Morgen. Omdat, zo zegt hij, veel te weinig mensen hun verantwoordelijkheid nemen in deze crisis. Je hebt zelfs je innerlijke Greta Thunberg. Ik heb mijn innerlijke Greta Thunberg, toen Greta Thunberg een jaar geleden de Verenigde Naties toesprak en zeer bozig zei, how dare you? Hè? Dan vond ik dat natuurlijk, zoals misschien anderen ook, aanstellerij. Maar ik merk dat de laatste tijd mijn innerlijke Greta Thunberg een beetje aan het wakker worden is. Ja, er kan veel gebeuren. Mijn boosheid op elegante wijze, hoop ik, maar ze neemt toe. Oké, dat is goed om te horen. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Maar eerst de wedstrijd in Vivaldi en CD&V. 1 oktober, dat heeft u wellicht gehoord. Hè. Dat is de nieuwe datum waarop we een regering zouden moeten hebben. Een regeerverklaring. Als er niet al te veel valse noten meer vallen in dat Vivaldi-verhaal. Rick van Kouwelaert van de Tijd. Voor we het over CD&V hebben, het was heftig vandaag. Hè? Maar misschien wel een beetje zoals verwacht. Het is zoals verwacht. De Kamer is een, pardon, is een soort toneel waar men op heel formele wijze een aantal zaken afwikkelt die moeten gebeuren. De oppositie moet zich daar verzetten tegen de regering die men toch wil laten duren. En de partijen die de toekomstige regering, want niet deze regering, dat is het eigenaardige, de toekomstige regering steunen, die steunen nu eigenlijk een regering die ze tot voor kort bekend hebben, neem socialisten en groenen, steunen nu mevrouw Wilmens, die ze tot voor kort bekend hebben. Heel eigenaardig, maar dat kan allemaal in de Kamer. Maar het is, het is afgeklopt, 1 oktober, nieuwe datum. Komt dat goed? Het valt te bekijken, want men heeft in deze crisis en in deze formatiecrisis, want dat is nog altijd een crisis, heeft men eigenlijk een beetje de kar voor de paarden gespannen. Men heeft twee preformateurs, heet dat tegenwoordig, in plaats van informateurs. Normaal moeten die zoeken naar mogelijkheden, partijen die bereid zijn om samen te werken. Maar dat doen zij niet. Zij hebben die partijen een beetje opgedrongen gekregen door de omstandigheden. De angst voor de verkiezingen is er één van. En ja, die moeten nu zoeken naar een project, een regeerproject. Mm-hmm. En dat zie je meteen als je die preformateursnota leest, die vandaag is uitgelekt en die nu denk ik op alle redacties is, ongeveer 123 pagina's. Dat is allemaal veel goede intenties, maar weinig feiten. Laten we dat misschien even vastnemen, want er is een lek. Een lek, ja, zoals het al wel eens gebeurt in de politiek. Van waar komt dat, weten we dat? Wow, dat komt uit verschillende hoeken. Hè, want ik merk dat er zijn die notules dragen in de marge die vanuit CD&V-hoek komen. Aan de andere kant komen ze van de SPA. Dus ze komen een beetje van overal. Ja. Hè? En waarom? Dat is praktisch onvermijdelijk, hè, want die Sherpas, die de tot nu technici toe, die het dat zijn technische die, kant die moeten hebben raken. Zitten kijken, die hebben ook veel van die documenten gewoon naar ambtenaren gestuurd, hun topambtenaren van hun partij, om te kijken, hey, klopt dat hier allemaal, wat hier staat? En dan zie je dat kleine nota staan zo van een ambtenaar die zegt, ja, maar nee, dat is uw bevoegdheid niet om hierover te beslissen, dat is een regionale bevoegdheid en hier moet je eerst akkoord zijn met Europa. Dus wat is hier nou dat is veel volk heeft die nota ondertussen gezien. Het valt te traceren dan ook, als ik het hoor. Wat is je opgevallen? Wel, ik als het over de inhoud gaat, hè? Als het over de inhoud gaat, dat daar veel goede intenties in staan, maar weinig feiten. Weinig concrete dingen? Weinig concrete. Wel, kijk, men spreekt altijd over het verhogen van de pensioen, de minimumpensioenen. Ja, daar staan daar toch wel een paar kleine voorwaarden bij. Namelijk, het gebeurt pas op het einde van de legislatuur. Ik hoorde Peter Mertens aan het zeggen. Peter Mertens, zijn opmerking is heel terecht. Die klopt helemaal. Dus dat is zo. Dus want wat staat er nu? 1500 euro, maar tegen wanneer dat kan? Wel, dat het is 24 normaal, tegen 24. En je moet een volledige loopbaan, maar het is wel 45 jaar. Want het is eigenaardig, socialisten hebben gezegd, als die pensioenleeftijd op 67 wordt gestemd, dan is ons eerste werk, als we aan de macht komen, om dat ongedaan te maken.
Die intentie staat niet in, dat, in die nota. Zoals er veel, en daar had Peter Mertens er straks op ter zake ook gelijk, heel wat zaken zijn bevestigingen van wat de Zweedse regering heeft gedaan. Er staat er trouwens letterlijk in. Dat er op zekere manier dus gaat uitvoeren wat de vorige regeringen beslist hebben. Ja. Dus weinig revolutionaire dingen. Twee ministers die een staatshervorming dan moeten voorbereiden? Ja, maar dat hebben we in het verleden nog gezien. Hè. In een heel ver verleden zijn er nog zo ministers geweest die in een regering zaten. Nu, Tindemans is bijna zo zijn carrière begonnen. Die gingen dan nadenken. Die moesten over mogelijke staatshervormingen en onderdelen daarvan nadenken. Daar is nooit niks van gekomen. Ik hoor zeggen, het is vaag allemaal. Het is allemaal vaag. En ik ben verbaasd dat sommigen bijvoorbeeld daar zeggen... Ik las in een krant, op een krantensite vandaag staan veel... CD&V-eisen in. Ik moet zeggen, ik heb ze niet gevonden. Aha, oké. Okay. Laten we daar eens over praten. Hè. De Christen-Democraten, toch wel een bommetje van Pieter de Krem vandaag in de Standaard, die eigenlijk zegt, we kunnen dat artikel er wel eens even bij halen. Vivaldi, als we dat doen, dan zal de CD&V oppositie moeten voeren binnen de meerderheid. Eigenlijk zegt hij daar een beetje, we zijn zot als we daaraan meedoen. Wat zit daarachter? Waarom doet hij dat laat vandaag? Verstaan dat ze inderdaad gek zouden zijn, mochten ze daarin meestappen. Waarom doet hij dat vandaag? Oh, vandaag denk ik, omdat hij heeft natuurlijk de aandacht vast van iedereen, omdat in het parlement moest gebeuren wat gebeurd is. En ook, denk ik, ja, omdat stilaan duidelijk wordt... dat de partij meegenomen wordt in een logica, namelijk die formatielogica. Het is heel moeilijk om daaruit te geraken. Ja. Eens dat men daarin zit, dan ontstaat zo'n soort Stockholm-syndroom. Men zit dan zo lange tijd samen, ja, waarom doen we nu niet door? Maar het geeft dan wel de indruk dat het nog omkeerbaar is. Als hij zo... Wel, dat is wat sommigen in die partij hopen. Hij is niet de enige trouwens. En hij zegt een aantal dingen die volgens mij heel juist zijn, namelijk dat heel wat burgemeesters, en dat is een partij die... CD&V is een partij die drijft op haar macht in de gemeente. En de mobilisatiemacht lokaal. Als die burgemeesters, en een van de burgemeesters van mijn regio heeft mij dat letterlijk gezegd, als dit doorgaat, dan kom ik volgende keer voor de gemeenteraadsverkiezingen onder een andere naam op. En zijn er veel die dat zouden doen? Ja, ik denk dat er een heleboel zijn die dat gaan doen. Ja. Maar mag het ons toch niet met enige burgerlijke vreugde vervullen, ik dat? En straks moet er misschien fel oppositie gevoerd worden, daar niet van. Maar mag het ons toch niet met enige burgerlijke vreugde vervullen dat er misschien blijkbaar toch wel een regering komt? Zou dat niet toch een goede zaak zijn? Ja. Het feit dat er een regering komt op zich is geen punt. Het is wat die regering gaat doen. Uiteraard. Precies. Ja. En wat daar staat... is niet echt hoopgevend. Dit wordt een geruzie van het begin maar tot het einde. Als ze er al geraken, want wat de Krem nu doet, wat gaan de consequenties zijn? Oké, want hij poogt het dan opnieuw een beetje op, als ik je goed begrijp. En burgemeester zeggen, hij heeft gelijk. Maar hij is niet de enige. Ik ben er zeker van dat van de 12 verkozenen in het parlement, daar in het federaal parlement, hebben vandaag tegen hun zin... de motie gestemd, hè? Want ik dacht dat op federaal niveau dat ze... Op federaal niveau, laten we zeggen dat een meerderheid van hen... Maar er zijn er een paar bij die serieuze bedenkingen hebben voor wat ze aan het doen. Dus die verdeeldheid, dat is echt wel een... Oh, die verdeeldheid loopt dwars door de partij. Ja, en wat gaat het geven uiteindelijk? Komt hier iets van voort? Wel, ze gaan proberen van deze regering samen te brengen, maar... Is Koens, wat is de positie van Koens? Is die sterk genoeg om daarmee om te gaan? Wel, Koens is een beetje een koppige man, hè? En ik vrees dat Koens, als hij niet oplet, gaat voorhebben wat Hugo Schiltz voorgehad heeft met de Volksunie. En toen hij zich engageerde in de fameuze Egmond-regering. Schiltz was ook zeggende van er moet een regering komen en dat probleem moet opgelost worden. Maar hij werd niet gevolgd door zijn partij. En dan? En dan, ja, men heeft gezien wat er van de Volksunie geworden is. Hè. Vanaf zijn ze beginnen afkalven tot ze niet meer bestonden. Nog. Kan CD&V overleven in de oppositie? Tuurlijk. Waarom niet? Maar tuurlijk. Naast de N-VA in Vlaams Belang? Ik vind het een onzinnige redenering van te zeggen... Ja, maar wij gaan in die oppositie versmacht worden... tussen de N-VA-blok en het Vlaams Belang. Hoezo? Is uw boodschap misschien niet ernstig genoeg... om te overleven? Ze moeten er nog één hebben dan. Het is wel de partij die de naoorlogse België vorm heeft gegeven. Dus ze hebben ook wel wat. Ja. Zij zijn de best geïnformeerde partij waarschijnlijk die daar zit. Mm-hmm. Ja?
En bekijk hun topambtenaren waar ze verspreid zitten. Dus die mensen hebben alle informatie die ze nodig hebben. Dan kun je toch op positie voeren. Maar ze hebben geen kiezen. Ik bedoel, ze verliezen hun kiezen. We hadden het over de positie voeren in het parlement. En Vivaldi zonder CD&V? Want in principe, ze hebben ze in principe in theorie niet nodig. Dan wordt het wel heel armzalig langs Vlaamse kant. Ik vind dat Paars-Groen zou eigenlijk de moed van de overtuiging moeten hebben. En zeggen, kijk, die Vlaamse meerderheid die is niet nodig. Dat is juist. Dat heb je niet nodig. Je kan dat doen zonder Vlaamse meerderheid. Dat is in het verleden nog gebeurd. Dus wij gaan door en we nemen bijvoorbeeld de steun van DFI aan om toch met deze regering door te gaan. Heb je het idee dat is de hypocrisie. Dat is iets wat Open VLD niet durft. Namelijk zonder CD&V in deze regering stappen. Nee? Nee. Om precies dezelfde reden van wat gaat er ons dan overkomen? Ik wil een reactie laten horen op op wat Pieter de Krem vandaag gezegd heeft in de Standaard. Ja. En mochten we nu eens stoppen met kutraketten aan elkaar te sturen en eens kijken naar wat heeft ons land nodig. Dan denk ik dat dat beter lukt door te zoeken naar wat we gemeenschappelijk hebben in plaats van elkaar te zitten afbranden. Klinkt een beetje als iemand die premier wil worden, hè? Ik denk eerlijk gezegd dat men eerst nog moet gaan kijken wat meneer Boucher gaat beslissen voordat men over het premierschap spreekt in Vlaanderen. Want het is, wij kijken allemaal aan onze navel in Vlaanderen. Het is daar dat het zich afspeelt. Namelijk de interne verhoudingen tussen de Franstalige partijen. Het is veel belangrijker dan wat in Vlaanderen aan het gebeurt. Leg dat eens uit. Wel, in Vlaanderen stapt men in deze regering uit angst voor verkiezingen. Punt. Boucher die is niet bang voor verkiezingen. Die zit met een premier die relatief populair is. Ook in Wallonië, in Franstalig België. Hij bezet een aantal ministerposten. Hij zit in de Waalse regering. Overal aanwezig. Europa, de twee topfiguren van de Belgen in Europa, zijn mensen van zijn partij, top van. Dus hij is niet bang voor verkiezingen. En hij zegt, ik wil Wilmès in de 16. Mm-hmm. En daar geef ik niet op toe. Wel, Rick van Koulaert, de laatste vijf keren dat je hier aan tafel hebt gezeten, ik denk dat we elke keer afgesloten hebben met verkiezingen, Rick. Ja. Ja, in 24 krijg ik hoe dan ook gelijk. Laat ons zeggen dat het toch niet veel verbeterd is. Nee, dus je denkt dat nog altijd? Ik denk dat dat nog altijd een ernstige kans is. Ja. Enfin, we zullen zien, zei de blinde. Dank je wel. En dan, dossier corona. Het is niet evident, denk ik dat ik dat mag zeggen, hè, om het overzicht te bewaren met alle cijfers, weekgemiddelde, waarschuwingen van virologen, open brieven, universiteiten die geel kleuren, andere oranje, maar we gaan toch een poging doen. Of zijn we met vuur aan het spelen of niet? De coronacijfers in ons land blijven intussen stijgen. Afgelopen week kwamen er elke dag gemiddeld 807 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er meer dan de helft, meer dan de week ervoor. Het ziet vrij algemeen momenteel. En dat is toch een verschil met, laat ons zeggen, de situatie in half juli. Toen je dat toch meer zag dat het een grootstedelijke problematiek was. Antwerpen, Brussel en de randgebieden. In totaal liggen er nu 353 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis. En ook dat is een stijging. Als je naar die statistieken kijkt, sinds enkele weken zie je dat inderdaad de besmettingen toenemen, ook bij jongere kinderen, bij tieners en misschien iets meer verontrustend, vooral ook bij de 60-plussers. Want als die mensen besmet worden, weet je dat dit gaat leiden tot ziekenhuisopnames en waarschijnlijk, jammer genoeg, ook tot extra overlijdens. Professor Annemans, u bent gezondheidseconoom, lid van Celeval ook. Ondanks wat Steven van Gucht daar zegt, zegt u in dat stuk dat u geschreven heeft, dat vandaag dat intussen al op de tijd staat, denk ik. In de tijd, ja. Het lijkt dat er meer besmettingen zijn, terwijl de ware toedracht is dat we door meer te testen meer besmettingen blootleggen. Er zijn niet meer besmettingen. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat Steven van Gucht en Erika Vliegen, Mark van Ranst zeggen, dat klopt voor geen meter. Wel, laat me misschien eerst zeggen dat dat virus wel nog degelijk circuleert in onze samenleving. Hè, en dat dat ook geen simpel virus is. Het heeft een enorme ravage aangericht in maart, april. Maar er zijn niet meer besmettingen. Nee, klopt. Vandaag zitten we in een nieuwe fase. We kunnen dat virus beter behandelen, maar we testen ook meer. En dat is eigenlijk goed nieuws. Hè, want door te testen, vooral de testen in zaken het opvolgen van mensen die besmet zijn, dus mensen die dan een hoog risicocontact hebben gehad, die worden dan opgevolgd. Dat is een goede zaak, want daardoor kunnen we korter op de bal spelen. Maar door meer te testen,
leg je natuurlijk ook meer besmette gevallen bloot. Vandaag, we meten altijd het bevestigd aantal gevallen. Dat zou de media trouwens elke keer moeten duidelijk herhalen. Het gaat over het aantal bevestigde gevallen, niet het aantal besmettingen, het aantal bevestigde gevallen. Nu, in elke pandemie of in elke epidemie heeft men wat men noemt de donkere cijfers, de dark numbers. Wat wil dat zeggen? Dus je hebt degene die je kent, omdat je test en je hebt die dan vastgesteld. Maar er zijn er ook heel veel die je nog niet weet. Omdat we kunnen ook niet gans de bevolking testen. Dus dan lopen er veel rond die de voorbije 14 dagen ook besmet zijn geraakt, maar waarvan we het niet weten. En door meer te testen, leg je die bloot. Dus eigenlijk haal je die uit het duister en maak je die bekend. En dat is eigenlijk de voorbije weken aan de gang. En die virologen kennen dat concept niet? Jawel. Onlangs zelfs Neil Hens, de biostatisticus, had het ook over de dark numbers. En we moeten proberen in te schatten hoeveel dark numbers er nog zijn. Dus die weten het maar al te goed. Ja. Maar waarom waarschuwen zij dan voor stijgende cijfers? Ik zie ook het European Center for Disease Control. Zegt ook, jawel, er zijn wel meer besmettingen. Alleen het verhoging in het aantal testen is geen verklaring op zich. Er zijn wel degelijk meer besmettingen. Ja. Kijk, je moet het bekijken als volgt. Hè. Ik maak de vergelijking met een donkere zaal. En stel dat in die donkere zaal 100 mensen zitten. Maar het is helemaal donker. Dus ze zitten daar, maar we zien ze niet. Dan wordt een spot gericht op een deel van de zaal en je ziet 10 mensen zitten. Dan wordt een nieuwe spot gericht op een ander deel van de zaal en je ziet al 20 mensen zitten. We komen dus meer te weten. Hoe meer spots gericht op die zaal, hoe meer dat je uiteindelijk ziet, daar zitten uiteindelijk 100 mensen. Dat begrijp ik. Maar heel veel experts zeggen, oké, meer testen, logisch dat er meer besmettingen naar boven komen, maar dat verklaart niet alles. Er is wel degelijk, en als ik even kijk, hè, want in België, begin juli, het aantal positieve gevallen van de mensen die getest worden. Begin juli zit dat onder de 1%. Mm-hmm. Ik denk dat afgelopen zondag of zaterdag was. Mm-hmm. Zit dat aan 4,2%. Dat is maal 4 maal 5. Ja. Het aantal testen is in die periode maal 2 gegaan. Ja, klopt. Dan klopt uw uitleg toch niet? Ja, toch wel. Sinds een week of 6-7 zien we dat die positiviteitsratio, dus van alle mensen die je test, hoeveel hebben dan uiteindelijk een positief resultaat, hebben dus een besmetting met SARS-CoV-2, met dat nieuwe virus. Dat schommelt al weken rond de 3%. Ook die voorbije weken, waar we telkens zeggen, het is aan het toenemen, dat schommelt al weken rond de 3%. En wat is er nu sinds enkele weken aan de gang? Steeds meer mensen eindelijk worden dankzij de contactopvolging ook gevonden. Dat is dus een succes eindelijk, want dat heeft een tijdje geduurd dat op gang kwam, die contactopvolging. Daar ziet men een positiviteit van 12%. En dat is normaal. Als je mensen gaat testen die recent een hoog risicocontact hebben gehad, dat is een duidelijk geselecteerde steekproef, daar is het 12%. Maar die aandeel stijgt nu in het ganse pakket van geteste personen. Ja, dan gaat geleidelijk aan ook die gemiddelde positiviteitsgraad naar omhoog gaan. Ziet je? Dus goed, alles hangt af van totaal, wie test je. Het aantal van positieve tests is toch aan het toenemen? Want u heeft het ook in uw stuk, denk ik, over 3%. Ja, het schommelt al een beetje. Nee, we zitten intussen aan 4,2. Ja, maar enkele weken geleden ook, hoor. Dus dat is zo een beetje een dans aan het dansen. Zo, hè. Dat is aan het schommelen. Die rode lijn op pagina 7 van het rapport. Maar ik zal het anders vragen. Waarom zeggen mensen als Erika Vliegen en Steven van Gucht dat? Ik denk, ten eerste, dat is een gemakkelijk cijfer. Je ziet dat ook daar straks op het scherm. Dat is een gemakkelijk cijfer. Het aantal bevestigde gevallen evolueert zo. Dat is het gemakkelijke om te communiceren. En als het dan stijgt, dan denkt men waarschijnlijk, het is interessant om te zeggen van opgelet, dit is verontrustend, want dan denkt men waarschijnlijk, dan zal de bevolking extra alert zijn, dan zullen ze wel degelijk goed opletten, want wij delen mee dat de cijfers aan het stijgen zijn. Maar ik vind dat niet correct. Je moet de mensen eerlijk informeren. Wat is de situatie van deze epidemie? Wanneer het echt gaat stijgen, hè, hoe geloofwaardig gaat dat dan nog zijn? Dus ik vind dat men gewoon de bevolking ook serieus moet nemen. Maar heeft u zicht, want u pleit ook, laat het ons toch maar een beetje versoepelen, hè? Want u maakt ook deel van Celeval, adviesorgaan. Ja. Ja. U zegt van die bubbel van 5, mondmaskers in de scholen, daar staat u op dit ogenblik achter. Hè? Van, wel, we moeten die zeker maar wat versoepelen. We moeten die zeker in vraag stellen, omdat als we naar alle parameters kijken, zitten we vandaag niet in een alarmfase. Dus ontegendeel wat men zegt, zitten we niet in een alarmfase. Vandaag niet? Nee, uiteraard. En zoals ik in het begin heb gezegd, dat virus circuleert nog altijd. Dus we moeten voorbereid zijn voor het geval dat het echt zou stijgen. Ja. Want wat ik me afvraag, u weet wat er momenteel bijvoorbeeld in Madrid gebeurt, waar het ook allemaal een beetje versoepeld is op regionaal niveau. Ja. Ja. 24% positieve tests. Ja, inderdaad. Dat is zeer dat niet exact waar wij naartoe gaan, als we niet opletten? Ik denk dat we inderdaad lokaal... Kijk,
Ik heb in mijn open brief ook een oproep gedaan, onder andere naar mensen die denken dat men nu mag kan gaan feesten en dat men op elkaar kan geplakt zitten in gesloten ruimten en zo. Dat is niet het geval, hè. Het is daar dat er dan haarden ontstaan. Dus mijn punt is eigenlijk, als je angst creëert door telkens te zeggen het stijgt, dan krijg je twee tegenstelde reacties. Sommige mensen gaan inderdaad nog meer angst gaan hebben. Die durven niet buiten komen. Die laten zelfs andere gezondheidsproblemen niet verzorgen, want die denken van, het is daar een slangenkuil, dus ik ga mij niet buiten wagen. En anderen die het doorhebben van, hier klopt iets niet, die hebben dan een soort van furtreactie. Ja, ze kunnen zeggen wat ze willen. Dus wat ik graag zou hebben, is dat men correct informatie geeft en dat we dan naar maatregelen gaan die in proportie staan tot de situatie. En vandaag is de situatie... En dat zijn bijvoorbeeld geen mondmaskers in scholen? Bijvoorbeeld, ja, mondmaskers in de secundaire scholen. Daar heb ik onderlangs een zeer mooie, wat men dan noemt, meta-analyse gezien, een meta-review. En die komen tot de conclusie, er is onvoldoende bewijs om te kunnen zeggen, dat gaan we gaan verplichten. Want we gaan straks praten met Joël de Keulaar over een essay dat hij geschreven heeft, waarin hij zeer boos is. En dat gaat ook bijvoorbeeld over mondmaskers en wat er op de scholen gebeurt op dit ogenblik. Zeker, ja. Ja. Mijn boosheid is, op zeer elegante wijze, niet aan het afnemen. Maar er zijn ook voorbeelden. Hè? Quarantaine, waarom moet dat 14 dagen zijn? Waarom moet men een vast aantal zetten? Bijvoorbeeld, we willen met de fanfare gaan repeteren. We zijn met 65. Zelfs als we een heel grote zaal hebben, mogen we toch maar met 50 mensen repeteren. Maar waarom zegt, waarom zegt het Verenigd Koninkrijk dan bijvoorbeeld, België is wel een mooi voorbeeld wat die bubbel betreft van 5. Dus wij gaan het beperken tot 6 mensen die nog mogen samenkomen. Ja, ja, waarom volgen ze ons daar dan in? Wel, als daar in Antwerpen, dat was eind juli, als daar een opflakkering kwam, is er nogal snel beslist, we gaan naar een bubbel van 5. Ik vond dat toen eigenlijk niet slecht, omdat er is een vonk ontstaan. Vooral door feestvierders die we al olé olé gedaan hebben, er ontstaat een vonk. Uiteraard, als je een bubbel hebt van 5 ten opzichte van een bubbel van 15, dan zorg je wel voor dat die vonk die daar ontstaan is, dat die niet of minder kans maakt om als een lopend vuurtje verder te gaan en oudere mensen gaat besmetten die dan heel veel risico lopen. Dus ik vond het op dat moment geen slecht idee, maar het werd heel slecht gecommuniceerd. Het was zo van, we gaan naar een bubbel van 5 en je moet... Ondertussen weten we dat nog 45% van de mensen die bubbel van 5 volgt. Omdat de mensen dat ook niet snappen. Waarom moeten we al weken naast ons eigen huishouden, want uw eigen huishouden of vrienden die al lang samenwonen, dat is zogezegd uw huisgenoten. Daarnaast mag je dan 5 andere mensen zien, maar enkel maar die 5. En dan is de boodschap versoepeld misschien. Want ja, ik wil even naar CLFL gaan, hè, want het is een adviesorgaan waar u ook... Mag er zo meteen op terugkomen. Ja. Want jullie hebben gisteren samengezeten. Ik stelde me vandaag wel de vraag, als jullie samen zitten, u mag daar uw mening geven. Die wordt dan meegenomen richting volgende Veiligheidsraad, mag ik aannemen. Hoe komt het dat u vandaag dan een opiniestuk moest schrijven? Willen ze daar niet luisteren naar u? Ik ben gezondheidseconoom. Ik heb de ervaring van naar alle aspecten te kijken wanneer men met een bepaald probleem te maken heeft. Hè. En ik probeer al die aspecten ook zoveel mogelijk in de diepte te benaderen. En ik had nu het gevoel van, wij zitten te veel. Zelfs de premier zei onlangs, eergisteren, de cijfers stijgen onrustwekkend. Dan denk ik van, ja, als zelfs de premier dat om duur ook gelooft, dan moeten we toch iets gaan doen. Want maar als we in zo'n kader goed, maar moeten een aanbeveling een advies. Maken... Ik krijg ook net te horen, meneer Annemans, en ik hoor dat u er ook weet van heeft, dat er morgen een bericht pusht, dat is de krant van Joël, waarin uw collega's binnen CLFL uw integriteit in vraag stellen. Wie pusht het bericht? De morgen, de krant de morgen. Hoor ik net. Allee, proficiat. Nee, maar wat is uw reactie daarop? Wel, mijn enige interesse is het algemeen belang. Dus ik kijk naar wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat onze samenleving een zo kwaliteitsmogelijke samenleving is, dat de kwaliteit van leven van de mensen zo goed mogelijk is, dat we de juiste balans vinden in het omgaan met dat virus. En de regering heeft aan CLFL een heel duidelijke opdracht gegeven. Beste CLFL, wij vragen aan jullie dat jullie naar meer gebalanceerde maatregelen gaan en ook meer harmonie in die maatregelen, want dat is een enorme kakofonie. Nu ontwijkt u de vraag wel een beetje. Hoe komt het dat uw collega's naar de krant trekken? En ik begrijp dat ze het anoniem doen op dit ogenblik om uw integriteit in vraag te stellen. Heeft u enig idee hoe dat komt? Nee, het is ik zou dat zelf nooit doen, van dan anoniem naar de krant te trekken. Dat is nog iets anders, maar wat zou de motivatie kunnen zijn? Wel, misschien... Is het wel, ik kan niks zeggen over de werking van CLFL. Ik kan gewoon zeggen dat ik die opdracht ter harte neem in belang van iedereen, in belang van de kwaliteit van leven van de samenleving. Dus ik zeg, ik verdedig inderdaad
Maar ik heb bij mij afgesproken dat we niets over de interne keuken zouden zeggen, dus ik ga dat ook niet doen. Maar ik verdedig het uitgangsprincipe. Maar zij vallen, dit is een frontale aanval op uw integriteit, uw wetenschappelijke integriteit, zeggen zij. Ja, straks na deze uitzending hebben we terug een vergadering. Ik zal eens vragen wat dat ervan aan is, want ik moet nu gewoon geloven wat jij mij zegt en wat dat morgen gaat maar produceren. Maar u weet ervan, hè, want u heeft al gezegd, ik wil geen commentaar geven op de morgen. Dat staat ook in het artikel. Ah, nee, ik weet er niks van. Nee, men heeft me daarover niet gecontacteerd. Nee. Okay. Dus daaraan zie je hoe goed de verslaggeving is. Dus dat moet men toch... Maar hoe zou u de sfeer omschrijven tussen u en uw collega's? Want gaat natuurlijk... Heeft het misschien te maken met... Bart, als ik het wil uitleggen... Nee, maar u mag er zo meteen op terugkomen. Maar de open brieven bijvoorbeeld, waarin de legitimiteit van expert in vraag wordt gesteld, u mee ondertekend heeft, dat wordt ook over belangenvermenging gesproken. Heeft dat met dergelijke dingen te maken? Die open brieven... Kijk, nu gaat je terug naar enkele weken geleden... Ik had toen gezien, dus nogmaals, als je een angstcultuur creëert, dan krijg je de verkeerde reacties in de bevolking. Dus dan moeten we mee stoppen met een angstcultuur te gaan creëren. Okay? Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, we hebben dan naar aanleiding daarvan van de regering duidelijk de opdracht gekregen, ga naar meer gebalanceerde maatregelen, ga naar meer harmonie. Als je met maatregelen komt, leg dan tenminste uit waarom dat die maatregel er is. Bied perspectief aan de mensen. Maar is het en dat is wat ik nu verdedig binnen de Celeval. En is, exact wat voilà, ik en is het, luistert men of heeft men geen zin om naar u te luisteren dan dat dit gebeurt? Ik zie dat steeds meer mensen zeggen, verdorie, ja, als we daar eigenlijk over nadenken, dan klopt dat wat jij zegt, dus wat ik daar straks heb uitgelegd, dan klopt dat. Dat zal niet blijken uit dat artikel, vermoed ik. Hè? Ja, dat is dan dat artikel dat dan trouwens ook dan blijkbaar gezegd heeft dat ik al op de hoogte was. Dus de geloofwaardigheid van dat artikel moet je dan ook wel relativeren, denk ik. Dus ik ga voor het algemeen belang. En in het algemeen belang moeten we een evenwicht zoeken en moeten we leren herleven ondanks dat virus. Dat virus is er nog altijd. We moeten uiteraard de basisregels, namelijk afstand houden. Wanneer afstand houden niet gaat in een binnenruimte, draag dan een masker. Dat zijn de basisregels. Die moeten we natuurlijk blijven volgen. Let vooral op onze kwetsbare groepen. Let vooral op de ouderen. Zorg dat je die niet besmet. Maar zorg ook dat je ze niet isoleert. Dat ze niet sterven van eenzaamheid. Zorg dat je ze met warmte en met vriendelijkheid bejegent. Bezoek je moeder een beetje vaker of je grootmoeder. Maar zorg voor hun veiligheid. Is het fair om te zeggen, als we, en ik denk dan terug aan wat ik daarnet zei, Madrid, Marseille, waar de ziekenhuizen ook vol liggen, waar het ook allemaal een beetje versoepeld is. En waar het nu 1 op 4 mensen positief test. Ja. Is het fair om te zeggen dat elke versoepeling, wat dan ook, mensenlevens zal kosten? Wel, weet je, de strenge maatregelen nemen, hè, dat is eigenlijk een soort van gemakkelijkheidsoplossing. Want als je heel strenge maatregelen neemt, die buiten proportie zijn, dan als het dan de cijfers omhoog gaan, dan gaat men zeggen, zie je het wel dat die strenge maatregelen nodig waren, want ondanks de strenge maatregelen gaan ze nog omhoog. Waarom gaan ze omhoog tijdens strenge maatregelen? Omdat steeds meer mensen zeggen, voert en ze gaan feesten en daardoor gaan de cijfers omhoog. Mag ik mijn vraag toch nog eens herhalen? Ja, ik ben het juist dan op aan het antwoorden. Ja. Als tijdens strenge maatregelen de cijfers dalen, dan gaan we zeggen, zie dat wel, het is dankzij onze strenge maatregelen. Wat ik zeg, zorg voor maatregelen die afgestemd zijn op de fase van de epidemie. Als we in een gele fase zitten waarin we nu zitten, heb dan maatregelen, de basismaatregelen. Zorg ervoor dat je de mensen perspectief biedt. Professor, wanneer we naar oranje gaan, dan gaat er maatregelen X, Y en Z bij. Onze tijd is beperkt. Ik ga toch nog één keer heel concreet vragen. Is het fair om te zeggen dat elke versoepeling mensenlevens zal kosten? Wel, nu zien we ook mensenlevens, het zijn er uiteraard weinig. Maar inderdaad, als we nu zeggen het wordt geel en we gaan ons zo goed mogelijk aan de maatregelen houden die overeenkomen met geel, ja, dan gaan we inderdaad nog altijd ziekenhuisopnames zien, we gaan ook nog altijd overlijden zien, uiteraard. Het kan zelfs toenemen, want het virus circuleert nog altijd onder ons. Maar is dat ook, want u bent natuurlijk ook gezondheidseconoom, is dat... Die kant die ook bekeken wordt dan, als u daarvoor pleit? Nee. Maar ik pleit er wel voor. Straks ging het over die cijfers. Als morgen een provincie zegt, we gaan dubbel zoveel testen, dan gaat die provincie gegarandeerd rood kleuren, want dubbel zoveel testen wil zeggen, we gaan meer gevallen zien. Dan gaat er angst ontstaan in die provincie. Dan gaat het economisch leven daar stilvallen, want wie durft daar nog naartoe gaan? Zo raar is de situatie nu geworden. Het zijn dingen die afgewogen worden. In Europa, als nu een land zegt, weet je wat, we gaan ons aantal testen halveren, dan wordt dat land groen. Oh, we kunnen allemaal naar het land gaan. We hebben het nu gezien in Portugal. Portugal kleurt beter dan Spanje. Dus we kunnen naar Portugal gaan en daar is het olé olé. Ah nee, dan gaan ze feest vieren en dan komt het terug. Dus gepaste maatregelen, evenwichtige maatregelen, dan ga je eindelijk terug de bevolking meekrijgen. De verantwoordelijkheid niet mee. Mag ik zeggen wel dat de verantwoordelijkheid groot is van wat u zegt? Want stel dat die versoepeling er komt en de ziekenhuizen liggen binnenkort vol. Wat dan? Maar kijk, we zijn nu in een fase waar we ons kunnen permitteren van te versoepelen. Van maatregelen af te schaffen die eigenlijk geen zin hebben.
maatregelen waarvan het effect... Dat zijn maar twee maatregelen waar we met 100% zeker zijn dat ze werken. Ziet je? Dus versoepelen, tuurlijk versoepelen. Maar ook voorzien, wanneer het terugstijgt, wanneer het echt stijgt, dan gaan we maatregel X, Y en Z eraan toevoegen. Dus maatregelen in functie van de status. En dan zijn we terug bij het begin van ons gesprek, want er is volgens u toch op dit ogenblik geen sprake van een stijging. Nee, klopt. Zometeen naar Joël, die nog altijd boos is. Maar eerst kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. Listen up. 2500 of you head to my head count link to make sure you're hashtag good to vote. I will teach you to swear in 15 different languages. All right, y'all. You showed up and showed out for our voter action goal. Now, time for me to hold up my end of that bargain. Let's do some cussing. Pollution and climate change kills 7 million people every year. It is spread to all of the nations of the earth. And there is no vaccine. Arnold Schwarzenegger, du bist eine Inspiration, was das auf ein Ziel hinarbeiten betrifft. That's one of my mission parameters. Door de coronacrisis hebben ook meer mensen de smaak te pakken gekregen om online een opleiding te volgen. De VDAB biedt nu 176 vernieuwde opleidingen aan op het internet. Vaaspopatiek, artsea. My child just came out as transgender and I'm a Christian mother, so I want you to know how it happens in my house. Top 14. First we sat down for a talk. So that we could fully understand exactly what's going to go on around here. Fuck you, Mona. And then we went shopping and got a haircut. This is my son, Jaden. Isn't he handsome? Ja. Geef toe, dames en heren. Het is, ik geef toe. Het is geen groot nieuws. Maar Joël de Keulaar is boos. Zo boos dat er 10 pagina's uitgestroomd zijn. Die vindt u dit zaterdag, in de, zaterdag in de morgen. Het is een beetje angstaanjagend, Joël. Ik ga het begin ervan lezen. Mag ik dat? Ja, zeker. Ga je gang. Schrik niet als u vanaf volgende week elke donderdag in de Wedstraat een verwarde man in astronautenpak op het trottoir ziet zitten met een bordje staken tegen corona. Dat zal ik dan zijn die zijn innerlijke Greta Thunberg heeft losgelaten. Ja. Kunnen we helpen? Kunnen we helpen? Je kunt helpen. Ja, je kunt helpen. Mensen kunnen helpen, denk ik, door om te beginnen het stuk te lezen. Dat zou wel bijzonder aangenaam zijn. En mensen kunnen ook helpen, zeker academici, zoals meneer Annemans en andere academici en iedereen die prominent in het maatschappelijk debat aanwezig is, door correcte informatie te verschaffen. Daardoor kunnen mensen helpen. Waar moet ik beginnen, Bart? Zeg maar. Ja, je zei dat net, want je hebt... niet kunnen tussenkomen. Nee, precies. Over dat artikel in de morgen. Ik heb daar dus geen weet van als dat nu net gepusht is. Ik weet wel dat mijn collega Stavros Kelepouris, uitstekende journalist, bezig was met een stuk over Seleval en de troubles die zich daar... Ah ja, die heeft mij vandaag een sms gestuurd. Inderdaad. Mag ik u vragen stellen over de interne werking van Seleval? Ik heb een gewoon antwoord. Nee, we zijn akkoord gekomen onder de leden van Seleval dat we niet gaan praten over de interne werking. Maar hij heeft niet gezegd van naar het schijnt dit of naar het schijnt dat. Dat is alles wat die man gevraagd heeft. Dus ik denk dat ik daar zeer correct heb gereageerd. Ik weet alleen dat ik sta in dagelijks bijna contact met verschillende experten. Dus ik heb bijna dagelijks contact met verschillende experten. En ik weet dat de reshuffle die bij Seleval is gebeurd, die reshuffle die eruit bestaat dat een aantal virologen en epidemiologen eruit zijn gezet. Zoals Mark Varans, Pierre van Damme. Enzovoort. Niel Hens, Molenbergs. En vervangen zijn door onder meer meneer Annemans en ook Johnny Thijs zit er opnieuw in. Misschien moeten er postpakketten worden verstuurd, dat weet ik niet. En andere mensen die lobby's vertegenwoordigen, dat moet daar geen doekjes om winden. Ik zal u citeren wat een van die experts, wat ik dus in kringen van die experts opvang, en ik zal dat citeren, dat staat ook in de krant, dat men bang is dat door deze reshuffle elke zin voor kritische reflectie en voorzichtigheid zal verdwijnen. Ja. En dus ik weet niet wat Stavros zijn stuk heeft geschreven, maar dat is dus een van die dingen die mij bijvoorbeeld... En wat denk je dan dat daar... Oké, dat is een van de dingen die je boos maakt. Hè, want, ik zeg het zijn 10 bladzijden. Ja. Wat is daar dan aan de hand volgens jou? Wel, ik denk wat daar aan de hand is, als ik
met permissie en alle respect voor de heer Annemans, toch even mag retourneren. Hij staat, ook in je brief. Van mijn schier onuitputtelijke boosheid heb ik een flinke portie bewaard voor Boosheid heb ik een flinke portie bewaard voor meneer Annemans, die zich inderdaad, zoals ik dat schrijf met een knipoog, de laatste dagen bijna een polsverstuiking heeft bezorgd door zoveel open brieven te tekenen. Het is niet meer bij te houden bijna. We spreken elkaar ook tegen een beetje. En helaas... Meneer Annemans heeft dat wel toegegeven en dat siert hem. Een aantal van die open brieven bevatten foute informatie waarvoor hij zich al verontschuldigd heeft. Hij heeft experts beschuldigd van belangenvermenging, heeft hij al teruggenomen. Hij heeft de mortaliteit vergeleken met die van de seizoensgriep, heeft hij ook al, denk ik, teruggenomen. Dus het is een beetje moeilijk om je weg daarin te vinden. Begrijpt u dat dat dingen zijn die hem boos maken? Maar ik weet dat in die periode dat er erg aan toe ging. Hè. Dus de motivatie van de mensen was gedaald tot 30% door de angstcultuur. De bubbel van vijf werd nog door 45% van de mensen gevolgd. Het was toen echt tijd om in te grijpen. En toevallig waren er net op dat moment drie andere initiatieven. Ja. En ik heb bij twee gezegd van... Eigenlijk, wat dat jij daar zegt, in essentie is hetzelfde als wat ik bedoel. En natuurlijk, als, als je daar als 52ste bij komt... Ik heb niet geïnterveneerd. Nee, meneer Annemans. Joël heeft mij de vraag gesteld. Hè. Dat is waar. Dat is mijn opmerking is ook... Het woord is opnieuw niet aan Joël de Keulen. Niet aan u. Ja. Wel, het is te zeggen. Er zijn veel dingen die mij boos maken. Laat ik beginnen met iets wat meneer Annemans zegt, waar hij gelijk heeft. Nee? Uiteraard klopt het, hè, dat het aantal besmettingen uiteraard lager ligt dan in maart, april. Dus wat de media van mij mogen doen, is als ze de curve van de besmettingen tonen, het stuk maart, april, dat mag je er afknippen. Hè? Omdat toen zo weinig werd getest en de positiviteitsratio zo hoog lag, je moest al heel erg ziek zijn om getest te worden, 50-60% positiviteitsratio. Dat is nu in deze golf, laten we maar zeggen, niet meer het geval. Hè? Er worden nu meer dan 30.000 testen per dag gedaan, positiviteitsratio 3-4%, dat klopt. Maar... Dus als je, dat mag je van de curve knippen, maar als je kijkt naar de epidemiologische, als je daar met alle experts over praat, de epidemiologische dynamiek die momenteel in deze curve zit, is buitengewoon zorgwekkend. Want uiteraard is het zo dat nu vooral jonge mensen worden besmet. Die worden niet heel erg ziek. Velen zijn asymptomatisch. Die gaan niet naar het ziekenhuis. Hè. Maar je ziet dat in alle heatmaps. Hè. Je kunt dat Frankrijk, Spanje, je ziet dat in alle landen. In zogenaamde heatmaps kun je zien dat dat automatisch... Ja, dat kan ook niet anders. Of je moest echt in gescheiden compartimenten leven als generaties. Dat zal zich verspreiden naar oudere generaties. Dat is zich al aan het vertalen in hogere ziekenhuiscijfers. Er is een exponentiële stijging bezig. En wat men doet vandaag is... Men verplaatst voortdurend de doelpalen terwijl het spel bezig is. Eerst zegt men, ja, maar er zijn wel meer besmettingen, maar die mensen komen niet in het ziekenhuis, want dat zijn voornamelijk jongeren. Straks zul je zien dat de ziekenhuizen vol lopen en dan zal men zeggen, oké, de ziekenhuizen vangen wel meer patiënten op, maar die blijven maar 3 of 5 dagen. Die zijn redelijk rap terug weg. Ja? Dan zul je merken dat de intensive care weer voller loopt. En dan zal men zeggen, ja, maar in vergelijking met maart en april, we kunnen dat beter behandelen. We kunnen die immuunstorm nu kalmeren. We hebben bloedverdunners. En zo verschuift men telkens de doelpaal. Maar de dynamiek die momenteel in die curve zit, is buitengewoon zorgwekkend. En wat mij boos maakt, mijn vertrekpunt eigenlijk, is heel persoonlijk, als het volgende, en daar ben ik het wel eens met professor Annemans. Ik leef al, en sommige mensen verklaren mij misschien voor gek of vinden mij belachelijk, dat mag. Hè. Ik bedoel, dat heb ik wel vaker meegemaakt, dat mag. Ik vind dat niet zo erg. Ik leef al een half jaar een buitengewoon voorzichtig bestaan. Ik leef bijna als een kluizenaar. Ik leef in luxe. Dat wil zeggen, ik heb een tuin. Ik kan thuis werken. Mijn vrouw gaat wel uitwerken. Mijn kind gaat naar school. Maar ik leef al een half jaar strenger dan van mij wordt verwacht. Ik ontvang vrienden ten individuele titel in mijn tuin op 5 meter afstand. Ik bezoek mijn moeder, mijn schoonouders, uiteraard, maar in de tuin en op afstand. Ik ben 1 keer op bezoek geweest bij een paar kameraden, maar op afstand en zo verder. Er zijn nogal wat mensen die blijkbaar die maatregelen stilletjes aan hun broek vegen. Mm-hmm. Die verzieken het een beetje voor de rest. En daar word ik boos van. Ik voel mij een beetje zoals de belastingbetaler, die elk jaar braaf zijn belastingen betaalt, terwijl er volop in het zwart gewerkt wordt en ontdoken wordt en vermogens geparkeerd worden op belastingparadijzen. En daardoor zal ik en velen met mij, want ik ben niet de enige, hoor, ik hoor dit bij nog mensen,
Wat? Nog veel langer in deze situatie. Maar dat is wel de bezorgdheid die ik daarnet hier ook aan me kan horen. Als je maatregelen neemt waarvan is aangetoond dat ze werken, dan gaan de mensen ook, en overtuigde mensen worden, mijn probleem is, ik denk, dat is een hypothese natuurlijk, maar ik denk dat een aantal van die open brieven de motivatie bij het brede publiek niet echt hebben opgekrikt. Hè? Dat, daar ben ik wel een beetje bang voor. Ik ga eerst even, Rick. Ik moet zeggen, wat hier vandaag gedemonstreerd wordt, is volgens mij het feit dat de experts zelf een deel van het maatschappelijk probleem geworden zijn. Namelijk, men heeft de experts in een soort beleidsmakende rol geduwd. Ja. Er is een totale abdicatie geweest op zeker ogenblik van de overheid. Politiek. Men heeft de experts laten praten. En dan, met permissie, zijn de tegenstellingen tussen de experts naar boven gekomen. Ja. Ik zal maar zeggen, Leuven tegen Antwerpen. Dat was in een beginfase. Nee. Dat was is nog altijd bezig, Joël. Maar dan komen concreter? Dat is Horses van Ranst. Dat zijn tegenstellingen. En Gent voelt zich een beetje miskend in het hele debat. En dan beginnen de open brieven en begint met elkaar te bestoken. Ja, maar sorry. Nee, tuurlijk niet. Dat is iets dat mij totaal niet interesseert. Hè. Zo'n intriges, wat mij interesseert, is de samenleving, de kwaliteit van leven van de mensen. Ik doe geluksonderzoek. Dus het kan zijn dat de intrige u niet interesseert, maar u maakt er wel deel van uit of u dat nu wil. Ja, maar als het dan gaat over integriteit... Het gaat verschijnen in de morgen, een mooi voorbeeld. Integriteit dus, wil zeggen... Ik heb maar aan één zaak verantwoording af te leggen, namelijk de samenleving. Ja. Maar dragen, net als het over die samenleving gaat, dragen open brieven, 1, 2, 3, ik weet niet, het stuk dat u vandaag geschreven. Toen was het nodig. Maar ze zijn niet consistent. Maar die samenleving, dat is het probleem van de politiek. Mm-hmm. Dat is het probleem. En die moeten beslissingen nemen. Precies. En ik draag heel braaf mijn mondmaskers waar men met mij oplegt. Ja. Maar op het moment dat experts onderling een kleine oorlog beginnen te voeren, en die oorlog, met permissie, Joël, die gaat nog altijd door, dan is het einde zoek. Wat moet die burger dan zeggen? Rick, ik denk dat er in het begin is er een probleem geweest. Onderhuids, academici bijten elkaar de strot over. Academia is nog erger dan de politiek. Hij zegt vandaag nog, het is nog altijd zo. Maar dat is wat ik hoor. Natuurlijk. Maar wat aanvankelijk is fout gegaan, en dat is echt een grote fout geweest, en dat heeft tot het drama van de mondmaskers geleid, is dat experts inderdaad werden betrokken bij het beleid. Vervolgens naar de televisiestudio's gingen, omdat politici dat niet wilden. Want als er elke dag zoveel mensen sterven, dan is dat niet prettig om in de televisiestudio te zitten. Dus dat de Blok en Beke nog altijd minister zijn. Als ik daar te hard aan denk, dan wordt het zwart voor mijn ogen. Meneer De Bakker ook. Daar word ik ook boos over. Maar wat gebeurt er dan? En dat heb je verschillende keren gezien. Als experts betrokken zijn bij de totstandkoming van het beleid, en ze zitten in de televisiestudio, dan voelen ze zich een beetje mee verantwoordelijk voor dat totstand gekomen beleid. En dan gaan ze dat mee een beetje uitdragen en verdedigen. Dat is niet hun taak. Er is een groot verschil tussen democratie en wetenschap. In een democratie, een politicus die wil macht, kiezers, die mag demagogisch zijn. Die is demagogisch. Een wetenschapper hoort het publiek correcte informatie te verschaffen, zeggen wat hij weet, wat hij niet weet, wat de onzekerheden zijn, wat er kan gebeuren als zus, wat er kan gebeuren als zo. Daar is in het begin heel veel misgegaan. Men had onmiddellijk moeten zeggen... De overheid had daar eigen mensen in haar eigen administratie, experts waarop ze beroep kon doen, maar er was een wantrouwen tussen de overheid en haar eigen experts. En dat heeft geleid tot de stoet van experts die we nu kunnen... Eind mei ben ik gevraagd door de Vlaamse regering om voorzitter te zijn van het maatschappelijk relancecomité. We hebben 8 weken zeer goed samengewerkt. 9 experts en 9 vertegenwoordigers van de 9 ministers. We hebben een zeer goed rapport afgeleverd. Dat is in alle sereniteit gebeurd, dus het kan wel degelijk. En we hebben daar toen alle regels van de primaat van het politiek gerespecteerd. Het primaat van de politiek gerespecteerd. Want als expert geef ik advies. En hoe beter dat uw advies is, hoe meer kans dat je maakt dat de politici het gaan volgen. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je met juiste cijfers kunt werken. En maar ben je er mee, professor, in plaats van... Want dat die open brieven, als ik even mag... Ja. Dat die open brieven niet bepaald hebben bijgedragen tot helderheid en duidelijkheid
Als het over... Omdat er foute informatie in stond, Bart. Dat is het grote probleem. Debat, open brieven, laat maar komen, leven de open brieven. Goed, maar je was de ene dag... Maar ze moeten correcte informatie bevatten. Ik kijk naar morgen. Feiten moeten komen. Ik kijk naar morgen en ik maak me niet boos. Want waarom zou je boos maken als je iets kunt aan doen? Dus wat ik zeg, ik maak me niet boos op niemand of... Zelden eigenlijk ben ik nog boos. Waarom niet? Omdat als ik er niks kan aan doen, waar heeft dan zin dat ik mij boos maak? Als ik er wel iets kan aan doen, dan doe ik er iets aan. Boosheid is een enorme drijvende kracht geweest in de geschiedenis van... Ik ben wel blij dat ik niet bij twee boos mensen aan tafel Ik ben niet boos. Ter afronding. Wel, over dat maatschappelijke relatiecomité, en dat heb je ook gezien met de scholen, hè? Mm-hmm. Dat hele versoepelingsbeleid, I'm very sorry, dat is niet wetenschappelijk gestuurd, dat is niet politiek gestuurd, dat is gestuurd door lobby's. En wie het beste en het hardste kon lobbyen, die haalde zijn slag thuis. Je hebt dat enorm gezien met de lobby om de scholen volledig te openen, zonder enige nuance, zonder spreiding. Je ziet dat ook in de culturele sector. Ik wens die mensen werk en inkomen. Ik vind dat allemaal dramatisch wat daar gebeurt. Hè. Maar blijkbaar, als men beslist dat mensen niet langer anderhalve meter uit elkaar moeten zitten in een theaterzaal, maar één meter, dan past dat virus zich waarschijnlijk aan. Dan zal dat virus denken, in Vlaanderen, in de theaterzalen, geldt de één meterregel. Is dat een probleem geweest, het gelobby langs verschillende kanten? Helemaal niet. Ongelooflijk. In het Vlaamse maatschappelijk relancecomité heb ik op geen enkel moment van iets of iemand... Nee, echt en op waar. Andere momenten en bij CELA. En dan zeker niet om de scholen open te houden. Ja. Daar is geen gelobby over geweest. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar landen waar men altijd de scholen heeft opengehouden of heel snel teruggeopend, waar dat men dan ziet dat daar geen infecties van komen. We kijken naar meta-analyses, waaruit blijkt dat scholen openen, dat zeker geen verklarende factor is. Wat is de verklarende factor? Wanneer mensen geen afstand houden, wanneer mensen... Niet de basisregels. Dat zijn twee basisregels waarvan de toetreffendheid heel duidelijk is aangetoond. Afstand houden en maskers dragen wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden. Ik wil u nog één ding vragen. Want u zei, u moet zo meteen naar Celeval. We hebben terug een Celeval-vergadering. Wat verwacht u daar nu van? Daar gaan we terug verder nadenken over die evenwichtige maatregelen. We zijn daar een zeer goede oefening aan het doen. Om naar verschillende... zoals ik zei, ik ben niet boos. Ik ga inderdaad... Vragen van, klopt dat wat dat daar gezegd wordt? We zullen het morgen zien. Mag ik een tip meegeven? Een basisfout die ik heb ontdekt in de redenering van meneer Annemans, van professor Annemans, mm-hmm. die is heel vaak gemaakt de voorbije weken. Hè? Mm-hmm. Bij zo'n een korte tip, Joël. Wel een korte tip. Ja, we zijn eigenlijk nog niet aan mijn artikel toegekomen. Dus een korte tip is de volgende. In een pandemie als deze moet je niet wachten tot het erger wordt en er moet ingegrepen worden. Tuurlijk niet. Moet je preventief. Tuurlijk niet. Dat is wat hij preventief. Anticiperen op oranje en op rood. Maar u heeft daar straks gezegd, we zullen wel zien als dat nog erger wordt. Nee. Dat bedoel ik niet. Het is duidelijk dat het erger aan het worden is. Dat is exponentieel aan het toenemen. Nee. Je moet nu ingrijpen. Ja. Maar dat zal gebeuren. Daar zijn de juiste parameters voor beschikbaar. Maar dat moet je corrigeren voor wie dat moet testen. Experts in Celeval hebben daar weinig fiducie in, professor. We zullen er wel geraken. Jullie mogen zo meteen voortdoen. We kijken naar morgen. We kijken niet meer naar gisteren. We zullen meteen nog even voortdoen voordat u naar Celeval gaat dan met een glas wijn. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel ook, mijn andere gasten. Fijn dat jullie er waren. En u bedankt voor het kijken, dames en heren. Morgen zit Ivan hier met onder meer Sammy Mehdi van CD&V. Veel vragen om te stellen, denk ik ook. Fijne avond nog bij Canvas en tot later.